Wat haring bijzonder maakt, vind ik, is de frisse, zilte smaak. Eigenlijk net zo'n beetje als een oester ook. Hij is goed vet. Maar het is niet alsof je een stuk rauwe vis, zoals tonijn of zalm, naar binnen laat glijden. Ik vind hem speciaal zeker meer lekker. Voor een vreemd iemand die nog nooit van haring in zijn handen heeft gehad, moet je een beetje knijpen. De haring heeft een stevig, maar het is zacht. Haring heeft een hele specifieke smaak dat je houdt van of niet houdt van. Ongeveer 2 centimeter van de staart af, en dan druk je er doorheen en dan heb je de graad. Wat bijzonder is, is een haring, is dat hij zo, ja, verschrikkelijk dat ik het durf uitspreken, dat hij zo lekker vet is. Ik schaam me terwijl ik het zeg, hè. Het is totaal niet origineel. Ja, ik ben wel een echte haring.